Goedenavond allemaal op deze oriënterende ronde, sessie 1. Opening en mededeling. Wie heeft daar nog een mededeling? Even rond. Niemand? Oké, dan hebben we dat gehad. De vaststelling van de agenda. Kunt u instemmen met het concept zoals dat nu voor ligt? Ja, dan voor het spreekrecht heeft zich verder niemand gemeld. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Actualisatie, kwijtscheldingsbeleid, gemeentelijke belasting, gemeente Hardenberg. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Dan begin ik bij u. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat het aan de orde komt, ook al is het wat laat. Want het was al een poosje werkbaar, zoals het blijkt, dat er voor gepensioneerden wat mogelijkheden verruimd worden, dat is prima. En ik heb nog een vraag en dat gaat vooral over de toegankelijkheid van dit aanvraagformulier. Ik weet niet of we het zelf wel eens ingevuld hebben. Het is niet leuk. Het is bijna onvindbaar. Het is een heel gedoe en voordat je het weet ben je er 2-3 uur mee bezig en met toch vrij veel mensen in de laaggeletterdheid en met het oog op ons inclusief beleid vind ik dat dit eigenlijk wel voor verbetering vatbaar is. En dan wil ik er eigenlijk nog achteraan gooien dat het voor veel meer formulieren eigenlijk wel tijd wordt om het eens onder de loep te nemen en het voor iedereen toegankelijk te maken. Graag een reactie daarop. Oké, dank u wel. De eerste vraag is nu aan de orde. Voor de tweede vraag, die laat ik even voor wat die is. Maar daar mag u altijd een initiatiefvoorstel voor indienen. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is ook blij met de voorgestelde wijzigingen voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. We hebben eigenlijk één vraag, die zit een beetje in het verlengde van mevrouw Veldhuizen. Worden de wijzigingen ook formeel, bijvoorbeeld middels een mailing of brief, onder de aandacht gebracht van netwerkpartners die persoonlijk contact hebben met de doelgroepen? Zoals ouderwerkers, reïntegratieconsulenten, medewerkers van de samendoenteams en Eurowijzer. En zo niet, kan dit dan worden toegevoegd aan het communicatieplan? Ja, dank u wel. Meneer Janssen, mag ik u vragen antwoord te geven op de gestelde vragen? Ja, dank u wel. Blij met brede instemming. Dat is voor het ene onderdeel ook maar goed, want dat hadden we met elkaar al lang afgesproken, alleen nog hier goed geregeld. En dat is hier nu alleen maar even opgeschreven. Het tweede is een toevoeging, waarvan wij nu nog niet precies weten hoeveel dat gaat kosten, maar dat gaan we u vertellen. Tegen de tijd dat wij daar beter inzicht in hebben. Eigenlijk vraagt u daar nu naar, u vraagt naar de toegankelijkheid van het formulier. Ja, heb ik niet precies in mijn hoofd. Maar daar laat ik even naar kijken en ik pak het signaal even op. Want ik vind dat onze burgers netjes dat moeten kunnen vinden. Dat is één. En twee, dat ook nog moeten kunnen lezen. Dus we gaan naar de toegankelijkheid van het formulier kijken. En dan pak ik ook gelijk maar de tweede op. Want als het voor dit formulier geldt, geldt dat voor meer. Het kan niet zo zijn dat wij onze informatie zodanig verstoppen in... wethouderstaal, ambtenarentaal, ingewikkelde mensentaal, dat de gewone burger dat niet kan lezen. Dat geldt voor financiën, maar dat geldt voor al onze beleidsstukken. En op dat punt snap ik dat wij ook hier en daar nog wel iets te leren hebben. Daarom ga ik er ook iets uitvoeriger op in. Ja, ik zal uitzetten dat we daar netjes naar gaan kijken. En gaan we dan ook zorgen dat het bij onze partners terechtkomt. Als wij beleid wijzigen, is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat mensen die daarmee moeten werken, dat ook weten. Dus dat gaan we ook doen en daar mag je ons ook op controleren. Goed, dank u wel. Is er een behoefte aan aanvullende vragen? Dan is de vraag van wat gaan we met dit agendapunt doen? Wordt er een hamerstuk? Ja, een hamerstuk. Oké. Okay. Agenda punt 5. Versnellen van de economische groei en het creëren van werkgelegenheid. Mevrouw Van Doek. Meneer Rodemond. Ja. Dat was het. Oké. Okay. Ja. En Gelling. Dan begin ik bij meneer Gelling.
Nou, daar had ik niet op gerekend, want u keek mij zo over het hoofd dat ik nog aan het openen ben. Ja, even heel concreet. Het is natuurlijk fantastisch dat de vaart wordt gemaakt met de economische groeiagenda. En ik zie een hele hoop bedragen voorbij komen. Ik zie alleen niet echt wat er nou precies gaat gebeuren met alle inspanningen. En wat daar ook voor terugkoppeling aan plaats gaat vinden. Dus als de portefeuillehouder een kleine doorsteek zou kunnen houden van wat gaan we nou precies doen met de bedragen en hoe gaan we dat terugkoppelen om te kijken dat ze goed besteed worden, dan zou dat onze lieve deugd zijn, voorzitter. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie vindt het belangrijk dat Hardenberg profiteert van het economisch herstel, ook profiteert van economisch herstel. En we zijn er trots op dat we een streekfunctie vertolken in de regio en dat we ons beter ontwikkelen op het gebied van groei van arbeidsplaatsen en stabilisering van de werkloosheid. Maar we willen dat Hardenberg zich economisch verder ontwikkelt en toekomstbestendig is. In het voorstel worden enkele opgaven belegd bij onder andere het ondernemershuis voor Vechtdal, Vechtdal projecten en startershuis Doen. Hoe groot is het risico op overlap van uitvoering? Is er nou een samenwerking tussen deze initiatieven? En wat voor ons zeer van belang is, welke actieve betrokkenheid of rol hebben de ondernemers zelf bij de uitvoering van deze nieuwe opgaven? Een opvallende uitkomst van het marktonderzoek is het feit dat onze werknemers naast Hardenberg uit Drenthe en zuidelijke grensgemeenten komen en niet uit de regio Zwolle. Wat betekent dit voor onze betrokkenheid, inzet en samenwerking met de regio Zwolle? Is het niet veel lucratiever om ons in de regionale samenwerking meer op Drenthe en Duitsland te richten? Tot slot, het lijkt mij dat deelnemersbijdragen van tevoren bekend zijn. Kan de portefeuillehouder een toelichting geven waarom de deelnamekosten aan de regionale verbanden zijn verdubbeld en verdriedubbeld? Dank u wel. Meneer Robbemond. Neem mij niet kwalijk. Maar meneer Robbemond was aan de beurt, dan bent u aan de beurt. Dank u wel, meneer Jonkans. Ja, ik ben zelf opgevoed in het adagium vrouwen krijgen voorrang. Zeker als ze erom vragen. Dus met uw welbevinden geef ik het woord liever aan. Nee? Nee, voorzitter? Nee, ik vind het een goede gewoonte om dat af te wisselen. Akkoord, goed. Dat sowieso, ja. Dat is een andere adagium in ons gezin geweest altijd. Luister naar de voorzitter, en dat was in dit geval mijn moeder overigens. Goed, de economische groeiagenda. Ook D66 is blij dat dit op tafel komt. Wel een aantal vragen aan de portefeuillehouder. Wij zagen in het stuk niet expliciet aandacht voor de samenwerking met Duitsland. Vragen ons af of daar een goede reden voor is of dat we dat gewoon gemist hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. Het vasthouden van jong talent in deze regio is volgens mij ook een redelijke uitdaging. Het staat wel hier en daar verwoord dat we de samenwerking zoeken met kennisinstituten en onderwijsinstituten. Vraag is wel hoe we dat samen dan allemaal gaan doen. Ook omdat samenwerking met het onderwijs niet per se leidt tot succes, omdat jongeren niet alleen het onderwijs willen hebben, maar ook de beschikbaarheid van recreatie, kunst, cultuur, uitgaansmogelijkheden, etc. Dus de vraag is ook of dat meegenomen is in de ideeën en plannen wat dat betreft. Daarnaast, en dat is mogelijk een stokpaardje van onze partij, de vernieuwing van de economie sowieso. We kijken nu nadrukkelijk naar wat we op dit moment hebben en daar versterking in aan brengen. Kijken we ook naar de toekomst om te zien of er ook vernieuwing van economische activiteiten plaats gaat vinden. En tot slot, voorzitter, een vraag over de, ik noem het maar even versplintering van activiteiten. Er worden heel veel activiteiten genoemd tegen een relatief laag bedrag wat we dan jaarlijks zouden investeren. Graag daar in ieder geval een bespiegeling op van de portefeuillehouder, alvorens wij daar een mening over vormen. Tot zover. Mevrouw Van Doek. Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op de VVD-fractie vinden we het wat mager in de opsomming van constateringen, maar weinig concreet in hoe we het gaan doen. We missen een stuk innovatie erin. En ik sluit me aan bij meer van dit soort detailvragen. Maar wat ons het meest heeft verbaasd, staat op pagina 6 in de opsomming. Dat in dit programma zijn dan ook 16 actielijnen genoemd. Er worden een opsomming genoemd.
Daar staat hier clustering van de maakindustrie, chemische kunststoffen, logistiek. Nou, dat vonden wij logisch. En vervolgens staat er olie en gas. En dat bevreemdt ons enorm, want volgens mij waren we op weg naar een duurzame economie. Dus hoezo gaan wij extra investeren in olie en gas, dacht ik. Een gewetensvraag aan de portefeuillehouder, dank u. Meneer Brokman. Ja, dank u wel, voorzitter. Belangrijke vraag, met name ook hoe die financiën zijn onderverdeeld in verschillende projecten. Daarmee richt ik me met name op die 2 ton, zeg maar. Misschien kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen, hoe dat besteed gaat worden. Verder 2 lijnen die ik uit het verhaal hou. Als ik de stukken lees, lees ik heel veel over vierkant voor werk in de regio Zwolle. Wat ik daarin misschien een beetje gemist heb, is toch een stukje ook uitgaand van de eigen kracht van deze regio. Het is u niet onbekend dat in de afgelopen 15 jaar, ik dacht in Houdenberg, de meeste bedrijfsterreinen ook zijn verkocht van de regio. Dus dat soort zaken die had ik ook graag wat meer en wat beter voor het voetlicht te zien. In plaats van het alleen maar aanhaken bij andere regio's. We zijn natuurlijk zelf ook een regio met een grote waarde, zeker als het gaat ook om midden- en kleinbedrijf. En dan kom ik daarmee ook op mijn 2e lijn die mij opvalt. Dat is namelijk het mbo in de gemeente Houdenberg. Veel mbo-banen. Dat sluit ook aan bij het MKB, zal ik maar zeggen. Maar we zien wel, en dat schreef je ook een stuk, dat werkgelegenheid op mbo-functies, die worden wel minder. Daar ligt ook de zorg. Daar komt waarschijnlijk ook het verhaal van vierkant voor werk in de regio Zwolle uit voort. Maar mijn vraag is ook van het tekort aan wat hogere opgeleiden. HBO's heb ik dan met name over, WO's zijn toch wel heel lastig te binden aan de regio. Maar wat bent u van plan om toch ook wat hoger opgeleiden hier aan ons te binden? Ook daarvan heb ik wat weinig in het stuk teruggevonden. Dus ik zou graag een reactie willen op die 2 lijnen die ik in het verhaal heb kunnen ontdekken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brokman. Meneer Snijders. Neem me niet kwalijk, ik had u niet gezien. Dank u wel, voorzitter. Versnellen economische groei en creëren werkgelegenheid. Prachtig, wie is daar niet voor? Maar als wij het stuk lezen, dan denken wij toch dat er veel dingen in staan die we al doen. En wij kunnen niet ontdekken waar het onderwerp versnellen in zit. Dus wellicht kan de portefeuillehouder ons even meenemen in van, hey, waar zit die versnelling in die we willen gaan maken met de economische groei. Dan het 2e punt, en dat sluit aan bij de vraag van de heer Gelling. Van hoe gaan wij hierover gerapporteerd worden, de voortgang? En wij zouden het wel aardig vinden als de portefeuillehouder kan aangeven op welke indicatoren, KPI's, parameters we dit beleid kunnen gaan evalueren. En of men ook een soort van nulmeting kunnen gaan doen, zodat we na een jaar kunnen gaan kijken van, hey, wat zijn de effecten geweest? Als je kijkt naar de doelen in de eerste bijlagen, ja, die zijn heel breed beschreven, heel ruim. En wij begrijpen ook dat het wellicht moeilijk is om een aantal indicatoren toe te kunnen wijzen. Maar wij zouden het wel fijn vinden als we in ieder geval iets hebben waarin we zeggen van, hey, dit zijn een aantal KPI's waarop we het beleid willen evalueren. Dus het zou mooi zijn als de portefeuillehouder daar wat zo mee willen doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Meneer Snijders. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit raadsvoorstel wat voor u ligt is eigenlijk een vervolg op waar we al mee bezig zijn. En hier, in dit voorstel komen eigenlijk een aantal zaken bij elkaar. Rondom de economie en de economische agenda van deze gemeente. En het klopt dat we met deze agenda vooral ook de verbinding zoeken op de andere O's, de onderwijsinstellingen, de ondernemers en wij als overheid, zeg maar. Dus hier komen eigenlijk de 3 of de 4 O's, zoals men dat wel eens noemt, bij elkaar. Met een duur woord, de triple helix, wel geformuleerd. Dat is een formule die, waar we al enige tijd mee bezig zijn, maar waarvan we zeggen van, nou, we hebben nu het overzicht zo'n beetje compleet. Het speelveld voor Houdenberg.
En dan kijken we inderdaad ook, maar even om te beginnen bij het CDA, we kijken ook vanuit Hardenberg zelf en de eigen kracht die hier aanwezig is. En die is, zou ik bijna willen zeggen, fenomenaal, zou je best kunnen zeggen. Zonder bescheiden te zijn met bijna 25.000 banen in een uitgaande panel die gewoon bijna neutraal is, zeg maar. Dus net zoveel werkgelegenheid intern als mensen die van buiten komen. Dat is voor een plattelandsgemeente best bijzonder. Maar we hebben dan ook die streekfunctie, dus daar hangt het ook wel mee samen. 4400 bedrijven. Inmiddels dacht dat in het stuk nog iets van ruim 4000 stond. Dus we zijn heel erg juist begonnen vanuit het kijken van die eigen agenda. Dat hebben we in 2014, dat staat ook in het stuk, zijn we daarmee begonnen met werkgeversberaad. De ondernemers zelf aan het woord gelaten en gezegd van wat is nou, waar gaan we nou onze boterham mee verdienen in de toekomst. Daar borduurt dit stuk op voor en dan zie je dat je dus ook waar het gaat om die vier O's, dat je de verbinding moet maken. En dat zie je ook in andere gebieden in Nederland. Aan de ene kant een stukje regionalisering, wat ontegenzeggelijk is om krachten te bundelen. En aan de andere kant de verbinding tussen sectoren maken met die andere O's, zeg maar. En dat daar de innovatie vandaan moet komen. Nou, dat gebeurt hier nu ook. Dat doen we vanaf 2011 met de regio Zwolle. Daar zijn we dus nu 5-6 jaar mee onderweg. En dan zie je toch ook dat dat echt zijn tijd nodig heeft om dat een beetje tot wasdom te laten komen. En in die regio Zwolle is Kennispoort daar een belangrijke pijler in, waar we dus ook aan mee financieren. Het ondernemershuis zou je eigenlijk kunnen zeggen, het ondernemershuis Hardenberg is een soort vooruitgeschoven post van dat Kennispoort, waar gewoon echt fysiek de verbinding wordt gemaakt tussen de onderwijsinstellingen, zowel mbo als hbo niveau, zelfs universitair niveau, en de bedrijven die in onze gemeente werkzaam zijn. En wat ik merk in de praktijk, al die jaren lang, is dat bedrijven best wel willen, ook voortdurend op zoek zijn naar kennis, naar mensen. Maar dat ze zo druk zijn met ondernemen, dat ze bijna niet toekomen om actief daarmee aan de slag te gaan. Een mooi voorbeeld, of eigenlijk een slecht voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld een van de mooiste bedrijven in onze gemeente, PM Bearings. Precisiemetaal uit Dedemsvaart. Die zat te springen om medewerkers, om personeel, om scholing. Maar had niet in de gaten dat Deltion College, 20 kilometer verderop in Zwolle, de mensen in huis had om hun vragen te kunnen bedienen. Ze waren zo druk met ondernemen, met handelen over de hele wereld, terwijl eigenlijk ze thuis steeds vaster liepen in beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. En dat de oplossing eigenlijk 20 kilometer verderop lag bij Deltion College. Hadden ze nog nooit over nagedacht. Heel simpel voorbeeld hoe wij als gemeente eigenlijk die partijen bij elkaar hebben gebracht in dit soort agenda's, waar we eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Dat gebeurt op bestuurlijk niveau. Voorzitter, als ik daar een aanvullende vraag op zou mogen stellen. Meneer Brokman. Zeker op het eerste gedeelte van de beantwoording. Kijk, ik ben het zeker met u eens dat samenwerkingsverbanden dat hier een positief effect hebben. Dus daar ben ik ook niet zo kritisch over. Alleen, wat mij een beetje, het gevoel dat ik een beetje krijg als ik door het stuk heen ga, is, er wordt heel veel tekst gewijd aan die samenwerkingsverbanden. En als het gaat dan over de profilering, is het eigenlijk maar een paar zinnen over, ja, we willen graag dat Hardenberg een gemeente blijft waar mensen willen werken, wonen en verblijven. Dat is eigenlijk de kern waar het op neerkomt. En ik denk van ja, die samenwerkingsverbanden, daar ben ik een voorstander van. Maar niet alleen om daar dingen te halen, maar ook om dingen te brengen, zeg ik dan maar. Dus door jezelf beter te profileren, door datgene wat wij, zeg maar, in deze regio met elkaar bereiken, dat zou ook positief uit kunnen worden gedragen in die samenwerkingsverbanden. En ja, dat mag voor mij iets meer naar voren komen. Bent u daar bij mee eens? Ja, het zou heel makkelijk zijn om daar ja op te zeggen, want ik ben dat helemaal met u eens. Ik zit alleen even te zoeken van hoe we dat zouden kunnen verwoorden. Want in de praktijk gebeurt dat dus gewoon ook. In de zin dat wij een aantrekkelijke gebied zijn, waar aantrekkelijke bedrijven zijn die interessant zijn voor onder andere ook onderwijsinstellingen. Dus daar zit een soort win-win situatie in. En de agenda is eigenlijk doorspekt van de beweging, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste, de beweging om zaken van binnen naar buiten te brengen. Dus vanuit Hardenberg de gemeente naar buiten te brengen, maar ook zaken van buiten naar Hardenberg toe te halen. En dat zit in de economische agenda, maar het zit natuurlijk ook in, er zit heel veel integraliteit in, ook naar andere thema's en onderwerpen. Kijk bijvoorbeeld naar het boomprogramma, hè, de aantrekkelijkheid om hier te gaan wonen, voldoende kavels beschikbaar hebben in verschillende klassen.
Het zit hem ook in het city marketing waar we mee bezig zijn. Dus in die subjecten komt hij absoluut ook terug om te laten zien wat wij te bieden hebben. Dus misschien zouden we daar de aansluiting in het voorstel nog wat meer ook die dwarsverbanden moeten leggen. Zodat het dan ook inzichtelijk wordt dat het daadwerkelijk al gebeurt, zeg maar dat je het ook even op papier opschrijft. We hebben ons hier echt geconcentreerd eigenlijk op de versnellen van de economische groei. Wat wij zien, ook in samenspraak met die ondernemers, is dat men zegt, wil je die groei op zijn minst stabiliseren, dan heb je, wat je dan vooral nodig hebt, is de, nou ja, een duur woord weer de human capital agenda, maar eigenlijk de kennisagenda en de werknemerschap, zeg maar, en werkgeverschap, om dat goed bij elkaar te brengen. Dat wordt naar de toekomst toe. Het belangrijkste issue om bedrijvigheid vast te houden in dit gebied, maar daarmee ook woon- en werk- en leefklimaat goed te houden. Daar is deze agenda hoofdzakelijk op gericht. En dat doe je via regionale verbanden, samenwerkingsverbanden, zoals je dat in Brainport Eindhoven ziet, zoals je dat rondom de Achterhoek ziet, zeg maar, en ook naar andere plekken, er zijn voldoende plekken te noemen waar dat gebeurt. En wij maken daarbij dan ook een strategische keuze nog door te zeggen van ja, wij kunnen ons alleen aansluiten bij Zwolle of alleen aansluiten bij Drenthe. Maar dan lig je wel altijd aan het eind van een lijn. Dus, je kan ook zeggen, je ligt aan het begin van de lijn. Maar wij willen ergens middenin gepositioneerd zijn. En we denken dat we sterk genoeg zijn om ook die positie waar te kunnen maken. Vandaar ook dat we zijn begonnen met Zwolle. Dat is ook eerder uit een onderzoek van bureau Louter gekomen. Louter die ook jaarlijks in de Elsevier altijd de presentatie doet van de economische sterke gebieden. Dat er toch een dominante verbinding is tussen Zwolle en Hardenberg voor wat betreft onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid, maar ook handel en dergelijke. Maar dat die lijn in de tweede instantie heel erg sterk inderdaad richting Koevoorde-Emmen en Hoogeveen ligt. En vandaar dat we ook met Vierkant voor Werk daarop zijn doorgegaan. En bovendien, wat voor dat Vierkant voor Werkgebied geldt, is dat we heel sterk dezelfde samenstelling hebben voor wat betreft de industriële kracht. Fokker Hoogeveen, DSM in Emmen, WAF in Hardenberg. En Koevoorde is sterk op logistiek gebied. Dus dat sluit elkaar ook, dat sluit heel mooi op elkaar aan. Mevrouw Daar willen Hoek. Wij krachten bundelen. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Het is heel goed dat portefeuillehouder dit stuk ook noemt als een agenda. Want het komt inderdaad, wat mij betreft, over als een actiepunt, een opsomming. En dat bedoel ik echt niet onaardig. Daarmee krijg je wel inzicht in wat er gebeurt en waar je op voort wilt borduren. Wat mij triggert is wel de casuïstiek die u net naar voren bracht. En portefeuillehouder zegt, wij hebben die verbinding tot stand kunnen brengen tussen deze ondernemer en het Deltion College. Dat brengt mij tot de vraag in hoeverre wij als gemeente een totale regiefunctie voeren of waarin wij faciliterend ambassadeurschap voeren. Want die vind ik toch wel enigszins oncomfortabel. Daar waarin we zeggen dat wij ondernemershuis financiering geven, faciliteren, daaraan verbonden de kracht van de Hardenberg wordt geroemd. Dat strookt wat mij betreft niet met de indruk die er gewekt wordt dat wij een absolute regierol zouden hebben, ook op dat soort gebieden. Want dat zou juist nou een ondernemershuis en een vechtalproject zelf tot stand moeten kunnen brengen. Daar zijn die poorten voor. En dat wij als overheid daarin faciliterend een verbindende ambassadeursrol hebben, lijkt me logisch. Maar zo kwam het niet over. Kunt u daar wat over zeggen? Ja, zeker, voorzitter. Dat is een gevaar als je een voorbeeld noemt, want ik kan nog tientallen andere voorbeelden noemen die dan net weer iets anders zijn. Maar ik ben het helemaal met u eens. Het gaat om de gelijkwaardigheid tussen de partijen waarin je samen optrekt. En wij niet aan het touwtje trekken, zeg maar, of bepalen wat er moet gebeuren. Integendeel, ondernemers weten eigenlijk wel heel goed wat ze willen, maar zijn niet altijd in staat om dat zelf te organiseren. En willen wel heel graag dan de betrokkenheid of van de onderwijsinstelling daarbij of van de overheid daarbij om bepaalde meters te kunnen maken. Maar wij hebben daarin gewoon een we trekken samen op. Dat is het allerbelangrijkste. Met de andere O's om de werkgelegenheidsagenda, de human capital agenda neer te zetten. Maar ook op het gebied van innovatie, om daar ook vooral samen op te trekken. En wat wij doen is soms partijen bij elkaar brengen. Maar soms ook gewoon op het gebied van vergunningen bepaalde dingen mogelijk maken. Maar het belangrijkste is dat je weet van elkaar wat je nodig hebt om
werkgelegenheid te kunnen creëren, om economie te kunnen stimuleren in het gebied. En daarvoor zit je samen om tafel. Nou, dat doen we hier in het werkgeversberaad, werkgeversberaad Hardenberg. En dat doen we in de regio Zwolle via de Economic Board, waar de vier O's samen op trekken. En in de vierkant verwerkgebieden gebeurt dat via de Program Board, waarin wij ook zijn betrokken. Maar dat gaat uit van gelijkwaardigheid van elke partij. En waarbij wij zeggen, we vinden dat ondernemers daar absoluut een belangrijke rol en ook een voortrekkersrol in mogen hebben. Ook in sommige opzichten, ook financieel. Want dat was ook een vraag van een van de partijen die voorbij kwam. Ja, wat doen de ondernemers daar nou zelf in? En dat is altijd een hele lastige. Dat hebben we in de regio Zwolle gemerkt, waar we nu 6 jaar onderweg zijn. Dat het heel moeilijk is om rechtstreeks die financiële betrokkenheid, zeg maar, te creëren. Dat gebeurt vaak via een omweg. Via de zogenaamde sectorgelden, sectorfondsen die er zijn, worden er gelden ter beschikking gesteld. Maar het gaat vaak nooit rechtstreeks via dat samenwerkingsverband van die 20 gemeenten in die regio Zwolle. Voor wat betreft Hardenberg zelf constateer ik dat ondernemershuis werkt met een begroting, denk van ruim 2 ton op dit moment. Ja, ruim. Waarbij de helft, bijna de helft, wordt opgebracht door de ondernemers zelf, zeg maar. Dat loopt richting 100.000 euro nu. Dus dat is wel een hele concrete bijdrage die ondernemers zelf leveren. Dus daar ben ik best positief over. Maar terug naar de agenda voor wat betreft het versnellen van de economische groei. Één punt wat inderdaad de VVD begon daarmee, maar ook andere partijen hebben daar iets van gezegd. Over van wat ga je daar nou concreet voor doen? Wat gaat er gebeuren en hoe ga je dat meten? Komt er een nulmeting? De ChristenUnie heeft daar een vraag over gesteld. Dat is en blijft toch altijd een lastig punt. Ik zou hem graag heel concreet willen maken. Het is geen koekjesfabriek in die zin. Wij zijn er vooral voor, en dit geld is ook vooral bedoeld om processen op gang te brengen. Soms concrete projecten te doen. Nou, projecten kun je nog wel redelijk concreet rapporteren. Een voorbeeld daarvan is het HTSM-cluster, wat bijvoorbeeld ook gebeurt in die industriegemeenten, die vier gemeenten binnen vierkant voor werk. Daar hebben we projectengeld voor nodig. Alleen, we zijn nu op dit moment in overleg met die ondernemers om te kijken van wat moet er nou gebeuren? Op welk gebied ga je nou samen die projecten aanpakken en wat is er dan nodig? Dus dat is nog niet aan de voorkant uitgekristalliseerd, omdat we dat gewoon nog niet weten. Omdat die ondernemers ook nog maar een paar keer bij elkaar zijn geweest. En ook zelf aan het zoeken zijn van hoe brengen we nou die innovatie op gang? En dat is iets, dat kun je aan de voorkant nu op dit moment niet zeggen. Maar het zal wel in de loop van de jaren eruit moeten komen. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder die stelt dus dat er nog veel onbekendheid is wat betreft die versnelling en hoe we dat moeten realiseren gezamenlijk. Dat voelt een beetje alsof we dan heel reactief bezig zijn, terwijl je eigenlijk naar de voorkant wil om eerst het beleid neer te kunnen zetten waarop je dan je koers gaat bepalen, lijkt mij. Of zit ik daar fout in? Nou, de koers is wat mij betreft wel heel erg helder. Die zit vooral in die vier thema's die we eerder genoemd hebben. Onder andere de Human Capital Agenda, zeg maar. Groei van het MKB, aanwas van de stad en internationalisering. Dat was ook een punt wat werd genoemd. Daar wordt op dit moment ook op ingezet. Internationalisering in de zin van ook bijvoorbeeld Duitsland, maar ook verder. We weten gewoon vanuit economische cijfers dat belangrijk is om de groei te bepalen naar de toekomst toe. Om de economie veilig te stellen. Dat je moet internationaliseren. Je moet die Human Capital Agenda in de gaten houden. En daarnaast, en dat gaf de heer Breukeman van het CDA ook aan, zit daar ook een stuk profilering bij. Dus dat zijn de koersen, de thema's waarop we gaan aan de slag gaan. En ten aanzien van profilering kun je dat nog vrij makkelijk wel organiseren door te zeggen van hoe gaan we dat dan doen via marketing en dat soort zaken. Maar ten aanzien van human capital en groei van MKB, daar zit ook vooral innovatie in. Maar innovatie kun je aan de voorkant nog niet opschrijven wat je gaat doen of wat je gaat worden. Je kunt hooguit zeggen van we zien op het gebied van HTSM is dus eigenlijk een bundeling van traditionele metaalbewerking of traditionele machinematige onderdelen gecombineerd met ICT, zeg maar.
Dus je weet wel dat daar de economische groei in zit. Alleen wat je dan precies gaat doen, ja, dat moet je samen gaan ontdekken te komen. Hey, voorzitter, even voor de helderheid. Meneer, ik vraag niet om het hele plan dicht te timmeren tot op alle actieniveaus toe. Maar precies hier zocht ik naar inderdaad. Dank u wel. Ja. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Mag ik nog even één vraag over je profilering? Hè? Want ik las dat ook. Hè. Ik ga laten zien hoe aantrekkelijk de gemeente is om in te wonen. Dat lijkt weer te gaan naar een campagne, denk ik, hè, ergens van, met spotjes en dergelijke. Maar weet u ook precies wie u nou naar de gemeente wil trekken en wat die mensen gaan willen zien van onze gemeente? Dat is één. En twee, lees ik in het stuk ook dat er een lager dan gemiddelde opleidingsgraad is in Hardenberg. Dat is natuurlijk iets wat aandacht verdient. Maar ik lees ook dat zo'n gouden opleidingsgraad wat hoger is, die mensen vervolgens vertrekken om niet weer te komen. En dat lijkt mij toch wel een spagaat waar je dan in zit. En een hele concrete vraag is eigenlijk, ja, waarom is die opleidingsgraad dan zo lager? Dus dat lijkt mij een hele concrete stap om iets aan te doen. En twee, als je dan mensen vast wil houden, ja, wat willen ze zelf dan heel graag? Want je kunt even laten zien, maar is inzichtelijk welke groep wij hier willen houden? En wat die mensen zelf graag zouden zien? Wat moet hier aanwezig zijn om die mensen ook hier te laten wonen, te laten werken en te houden naar het vervolg? Snijders. Ja, het zijn eigenlijk hele grote vragen waar we vanuit de economische agenda een deel aan bij kunnen dragen, maar waarbij ook een rol ligt, zeg maar, voor andere beleidsonderdelen die, wat ik net al zei, bijvoorbeeld het woonprogramma heeft daar een belangrijke bron in. In de basis is het zo dat daar waar werk is, daar gaan ook mensen wonen. En daarnaast komen dan een aantal andere dingen erbij die ook belangrijk worden, hè, op de piramide van Maslow. En dat is uiteindelijk tot een stukje ontplooiing, vrije ontplooiing en ontwikkeling. Dus daar hoort dan ook cultuur zeg maar bij. Maar daar ben je al heel ver. Als we teruggaan naar de basis, dan is het fundament wat wij zien, is dat we traditioneel wat lager opgeleide mensen hier in dit gebied hebben. Dat heeft overigens... op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar wat je ziet in de economische ontwikkeling in de hele wereld, zeg maar, en ook in Europa, is dat je een opwaartse trend ziet van robotisering, automatisering. En dat wij natuurlijk sterk zijn in een aantal sectoren, bijvoorbeeld de agrarische sector en de maakindustrie. Maar dat je tegelijkertijd ook juist daar in die sectoren ziet dat daar verdergaande robotisering en automatisering plaatsvindt. Mijn buurman is boer, is echt een hele mooie boer ook, zeg ik altijd. Hij heeft ruim 200 koeien, moderne melkstal. En hij heeft één maatje, dat is een smartphone. En daar runt hij het hele bedrijf mee. Dus je ziet gewoon dat we daar een hele ontwikkeling zien, alleen al op dat gebied, in die agrarische sector. En we zullen dus, en dat is ook weer de human capital agenda, we zullen met elkaar, ook met de ondernemers zelf, maar ook met de onderwijsinstellingen, moeten kijken waar is nou behoefte aan. En dan zie je dat er een opwaartse druk is naar mbo-niveau, mbo-plus niveau, dan wel hbo-niveau. En daar, nou ja, die agenda moet verder gevormd worden en daar zal ook verder onderzoek nog moeten plaatsvinden. We hebben hier eigenlijk al hele mooie cijfers nu beschikbaar. Ik zie dat zelf ook een beetje als een soort nulmeting nu. En dat we gewoon gaan kijken de komende jaren monitoren van hoe ontwikkelt zich dat nu. En ik zeg er ook bij, daar zal het bedrag wat we hier vragen, of het budget wat we vragen om beschikbaar te stellen, zal daarbij niet doorslaggevend zijn, maar we kunnen hooguit zorgen dat we met wat, door de markt goed te kennen, door te weten wat de ondernemers willen en ook te weten wat onderwijsinstellingen kunnen bieden, kunnen we proberen mee te bewegen met wat er in de samenleving gebeurt en wat de ondernemers vragen, zeg maar, aan opleidingspotentieel. Mevrouw van den Hoek. Dus als we in de innovatie kijken naar hoe die robotisering gaat, zou je dus... als je het anders benadert, kunnen zeggen dat de wijze waarop wij ons werk doen en wat dan de vraag voor de toekomst is, anders ingericht moet gaan worden in achtnemend van de toekomstige ontwikkelingen in innovatie. Dus je bent dan niet per se bezig met wat er nu aan werkkracht nodig is in je human capital. Je zou eigenlijk met elkaar moeten gaan kijken wat er in de toekomst nodig gaat zijn in een crossover met het onderwijs naar een innovatiestroom. Daar zou je in kunnen investeren. Als ik hem dan helemaal voor mezelf plat sla, dan vraagt u dus nu eigenlijk geld en middelen, zodat je er naartoe kunt werken om dit soort oplossingen te gaan vinden, die met de beweging van de ontwikkelingen van de markt, dat je daar adequaat en snel op in kunt spelen, zodat je niet van tevoren dichttimmert en daarmee achter de feiten aanloopt. Dat is feitelijk wat u zegt, ja, in mijn beleving. Dat klopt. In uw woorden, zeg maar, is dat een hele belangrijke, dat je veel meer dan eerder weet met elkaar. Dus ook het samenspel is heel belangrijk, onderwijs, ondernemers en overheid. Van dat je weet wat gebeurt er in die markt, wat heeft de markt nodig, zeg maar, om,
om die bedrijvigheid te kunnen vasthouden. Een ander voorbeeld, Travelbacks, wat hier in Hardenberg is een geweldig mooi bedrijf. We willen ook eigenlijk gewoon hier blijven. Doet handel, maar heeft gewoon hoog opgeleide ICT'ers nodig. Nou, als wij dat weten, en zo zijn er nog een aantal van die bedrijven hier in Hardenberg. Ik zie dat ook als een groeipotentieel. Dat we zeggen van, nou, dat is er dus nodig. Dan ga je met de scholen, en dat gebeurt nu ook al, met de Stenden Hogeschool bijvoorbeeld in Emmen. Want die zijn gespecialiseerd in ICT. En dan moeten we vooral daar zijn. Dan moeten we niet bij Saxion in Deventer zijn, want die zijn goed in recreatie. Maar dan moeten we zorgen dat wij als Hardenberg erbij zijn om die jonge lui die daar zitten, om die aan deze bedrijven hier te gaan binden. En vervolgens moet je ook kijken, wat hebben die jongeren dan nodig om hier ook het aantrekkelijk te blijven vinden om hier te kunnen blijven wonen. Want dat is dan ook wel een cruciale voorwaarde. Maar ja, daar zijn sportvoorzieningen, cultuurvoorzieningen bijvoorbeeld weer belangrijk voor. Dat moet je ook in beeld hebben. Meneer Rogemond. Voorzitter, dank u wel. Aanvullend op de vraag van mevrouw Van der Hoek, keek ik naar een wat meer lange termijn als het gaat over uw laatste beantwoording. Is het derhalve dus ook nodig om kennis te vergaren over die ontwikkelingen? Wat gebeurt er op dit moment en kunnen we een doorkijkje vinden naar die toekomst toe? En is daar mogelijk ook financiering voor nodig? En zit dat nu al in dat bedrag? Of denkt u dat het mogelijk is dat we in de toekomst iets meer geld zouden moeten spenderen om die kennis binnen die samenwerking van die vier O's wat beter te kunnen borgen? Het oogt mij wat mager, hoor, het bedrag wat u vraagt. Oh. En ik, ja. Nee, dat biedt best en als je kijkt naar het rendement wat je zou kunnen halen met extra kennis, et cetera. Ja. Nee. Voorzitter, mijn vraag sluit aan bij die van de heer Rodemond. Dus misschien kan ik de vraag stellen en kan meteen mee worden genomen in de beantwoording. Meneer Snijders, Koppenmin zou ik zeggen. Ja, precies. Ja, ik was toch enig beschroomd om dit bedrag te vragen al, maar ik had nu achteraf wat meer misschien nog kunnen vragen. Nee. Ik heb er nog een aanvullende vraag bij, die kunt u meteen meenemen in de beantwoording misschien. Want het gaat toch even over die financiële middelen nu. Hè. Ik hoor een paar keer van, nou ja, je moet in de toekomst moet blijken hè, waar het eigenlijk aan besteed gaat worden. Dus in die zin zal het zeg maar in de PNC-cyclus zeg maar, vooral bij de controlepunten terugkomen. Ja. Maar ik lees in uw stukken wel van, in 2017 is er een ton beschikbaar gesteld. Maar naar verwachting en gezien de actielijnen wordt de additionele vraag 2 ton. Dan denk je, ja, dan heb je dus toch ergens iets concreets gezien waardoor het bedrag naar 2 ton moet. Zeg maar. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Als ik aan de ene kant hoor van, nou ja, het is nog even, als ik het chargeer, zeg maar een beetje koffie te kijken van hoe we dat precies kunnen gaan besteden op die verschillende punten. Maar aan de andere kant lees ik in een stuk dat u zegt van nou, gezien de actielijnen wordt de additionele vraag toch hoger. Dus ik ben benieuwd naar de verklaring daarin. Ja, nou, de middelen zijn bedoeld allereerst om capaciteitsuitbreiding, gewoon handjes zeg maar beschikbaar te hebben om op die verschillende velden te kunnen schakelen. Dus dat is personeel inzet. En het andere deel is bedoeld om projecten te kunnen meedraaien, meefinancieren samen met anderen. En dat zal de komende tijd, voor een deel zijn die al bekend wel. Hè. Op het gebied van acquisitie bijvoorbeeld gaan we in Vierkant voor Werk gezamenlijk acquisitie nu opzetten. Nou, daar kun je ook redelijke doelstellingen aan hangen. Dat zal ook terugkomen. Maar bijvoorbeeld HTSM, wat ik al zei, is nu een eerste bijeenkomst geweest bij Fokker. Met een aantal Hardenbergse ondernemers, maar ook met een aantal ondernemers uit het hele gebied, zeg maar, om te kijken van om nou de innovatievraag goed op tafel te krijgen en te kijken van hoe gaan we vanuit dit gebied dat nou oppakken. Dus die moet nog verder vormen en inhoud krijgen. Wat er ook is gebeurd is dat er, dat zal de verklaring zijn, ook de meer geld wat nu is gevraagd, dat in de regio Zwolle met elkaar is afgesproken om de bijdrage van 50 cent per inwoner nu te verdubbelen naar 1 euro per inwoner. En in Vierkant voor Werk is dat hetzelfde gebeurd. In die zin daarvan hebben we ook gezegd van ja, laten we nou gewoon 1 euro per inwoner gewoon als uitgangspunt nemen. En dan hebben we daarmee een stad ook zeg maar kunnen maken. Dus het is de intentie om het bedrag wat hier beschikbaar is, om daarmee aan de slag te gaan, om daarmee die verbindingen te leggen zeg maar, en projecten te draaien. Meneer Bakhuis. Mij triggerde het natuurlijk toen de portefeuillehouder begon over het binden van met name MBO plus en HBO opgeleide mensen. Zou de portefeuillehouder kunnen zeggen hoe een tipje van de sluier op te lichten bijvoorbeeld als het gaat om het binden van deze mensen aan deze regio?
En zou er misschien een kans in zitten om bijvoorbeeld MBO Plus of HBO instellingen te binden aan deze gemeente, behalve door middel van onderzoeksopdrachten bijvoorbeeld? Meneer Gelling, u had ook nog een vraag of sluit dat hierbij aan? Gaan we. Ja, want voorzitter, het begint mij toch altijd een beetje te kriebelen. Hè? Als u dan zegt van nou, we hebben maar besloten om van 50 cent naar een euro te gaan. Dan denk ik, ja, dat had ook 2 euro kunnen zijn of wat. En ergens is er toch wel behoefte om dit soort van mooie ronde bedragen toch iets te funderen. Hè? Want ik ga er ook vanuit, als u zegt van nou, 2 ton, dat daar toch wel wat van leidraden achter zitten. Anders dan lijkt het zo'n schot in de lucht. En leert de ervaring dat het, de kans dat het minder wordt niet heel groot is, om het zo maar te zeggen. En ik vind dat wel vervelend. Feitelijk vind ik bij dit soort van plannen dat bedragen gewoon gemotiveerd moeten worden. Zeg van, nou, dat is 1 ton voor dit, 80 voor dat. En ik, nogmaals, vind het echt heel raar om van 50 cent naar een euro te gaan. Dan denk ik, ja, dat lijkt wel een toegangsprijs voor een pretpark. En dat wordt nog beter onderbouwd. Dus ik vind dat zwak hoor. En ik vind toch de bedragen wel zo groot dat daar iets van een indicatie voor moet zijn. En ook wat ermee gebeurd is. En ook dan toch wel iets van het resultaat wat daarmee verwacht wordt. Oké, meneer Snijders. Twee vragen. Misschien om het laatste maar door te gaan, want dat leeft ook nog bij een aantal andere fracties, merk ik wel. Voor een deel ben ik het wel met u eens als u zegt van ja, waar is dat nou op gebaseerd en waarom doe je dat? Je kunt 50 cent kiezen, je kunt een euro kiezen. Brainport zit geloof ik op 3 euro. De regio Twente zit op 6 euro om de economische agenda nu vorm te geven per inwoner. Het is ook heel discutabel is het niet, maar je kan de lat net zo hoog of zo laag leggen als je zelf wilt. In de regio Zwolle, en dat heeft wel een beetje te maken volgens mij met het calvinistische karakter van de mensen in de regio Zwolle, zijn we heel voorzichtig begonnen met 50 cent per inwoner. En dat vonden we ook meer dan genoeg. Maar daar zijn we nu na 5 jaar er wel achter gekomen. Dat wil je dingen toch goed neerzetten. Je wilt toch meer financiering nodig hebben om bijvoorbeeld rondom dat kennissportverhaal, thema logistiek, maar ook thema agri en food bijvoorbeeld, hè, waar we als Hardenberg ook aan meedoen, dat we gewoon zien van ja, met de capaciteit die we beschikbaar hadden met die 50 cent per inwoner, redden we het gewoon niet. Wil je het stevig neerzetten, moet je er extra op. Ik begrijp dat, maar er is er wel iets van een onderbouwing voor. Want ja. Ik vind het risico daarvan, als je dat niet doet en we zitten hier over 2 jaar weer voor het vervolgtraject en we zeggen ja, wat is er nou precies gebeurd? Ja. Dat het enthousiasme van nu om de ontwikkeling te versnellen al heel snel omslaat. We hebben voorbeelden van zeggen, ja, nou ja, als dat is, als het alleen een campagne is die ik achter de bus zag, dan is het beter te besteden. Dus ik denk toch dat er wel behoefte bestaat om te zeggen, nou, dit is wat we daarvan doen. Hè. Die 2 ton is zo onderbouwd, daar hebben we deze mensen voor nodig. En we verwachten, begrijp dat het geen harde feiten kunnen zijn, maar we mikken toch wel op deze parameters. Want ik zou het echt jammer vinden als juist dit hele belangrijke onderdeel uiteindelijk in geld gaat verzanden, maar met name in teleurstelling ter zake de besteden bedragen. Heer Snijders. Ja, nou ja, maar dat blijft een hele lastige, want wij kunnen een euro per inwoner investeren of 3 euro per inwoner investeren en toch de werkgelegenheid of het aantal bedrijven naar beneden zien gaan en tot de conclusie komen dat het misschien helemaal niet aan die bijdrage van de overheid ligt, zeg maar door heel andere externe factoren. Dus dat blijft een hele lastige. Wat er natuurlijk wel moet komen voor het bedrag, wat gewoon ook heel helder moet zijn, is dat er wel een verantwoording komt van wat is er dan mee gedaan, hè, met dat geld. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat is ook terecht. Hè. Dat doen we nu ook bijvoorbeeld met het bedrag voor ondernemershuis. Van wat zijn daar nou voor trajecten voor gelopen? Hoeveel mensen zijn daarmee geholpen? Hoeveel bedrijven zijn daarmee bediend? Nou, dat krijgt u, jaarlijkse verantwoording. En zoiets zie ik ook, dat moet ook hier gebeuren en dat gaat ook gewoon gebeuren. Dat u daar gewoon wel verantwoording over krijgt van, ja, wat is er nou, welke inzet is er nou gepleegd en wat heeft dat opgeleverd? En daar zitten een aantal, denk ik, dan wat meer globale indicatoren in, zoals werkgelegenheid, werkgelegenheidsontwikkeling, aantal starters, aantal bedrijven. En op onderdelen moet je kijken van wat, en daar zou je ook over moeten verantwoorden. En wat mij betreft is dat gewoon ook een toezegging. Dat je zegt van, nou ja, we hebben een HTSM-cluster, is de gemeente Hardenberg voor verantwoordelijk binnen Vierkant voor Werk. Nou, en daar is dit en dit in gerealiseerd en gebeurd, zeg maar. En dan kun je de balans opmaken. Maar ik zeg u er ook bij, het is wel een traject wat wel niet voor 1, 2 of 3 jaar eigenlijk zou moeten zijn, maar wat je langjarig zou moeten lopen. Hè. Dat is de ervaring nu die we hebben opgedaan in de regio Zwolle ook.
Dat je zegt, van, nou, we zijn in 2011 begonnen en we draaien nu zes jaar ongeveer. En daar zie je dan toch bepaalde ontwikkelingen in bepaalde sectoren in. Waarvan je zegt, van, ja, maar dat is wel gekomen door een stukje innovatie vanuit de samenwerking tussen instellingen en bedrijven in die regio. Dus het is een lange termijn traject. Oké, nou, mevrouw Van Hoek wou een vraag stellen, maar is beantwoord, begrijp ik. Nou, dan is nog de vraag van meneer Bakhuis. Ja, binnen van mensen, MBO plus HBO en ook kijken of je onderwijsinstellingen hier krijgt. Dat hebben we nu opgezet via het Vechtdal-projectenverhaal. Vechtdal-projecten, daar waar we convenant hebben gesloten met alle grote instellingen. Ik noemde dat onlangs ook al. Van binnen zijn UT, Saxion Hogeschool, Stenden Hogeschool, tot aan Alfa College en Deltion. En waarbij het uitgangspunt is dat we zeggen van, nou, we geloven niet meer. En dat is ook niet heel realistisch om te veronderstellen om naar Hardenberg HBO-instelling te halen. Dat gaat je op basis van de huidige uitgangspunten en financiële mogelijkheden van die instellingen niet lukken. Maar eigenlijk is dat ook helemaal niet zo interessant, want dan gaat het vooral weer om stenen of om een gebouw. Waar het vooral om moet gaan is dat je inderdaad die projecten hier krijgt, die MBO-projecten of HBO-projecten, dat die hier gedraaid worden bij de bedrijven van uit Hardenberg zelf, hè, of uit Dedemsvaart. En dat je daar de jongeren krijgt en die ook vervolgens aan je te binden. Nou, dat was het voorbeeld wat ik noemde met PM Berings bijvoorbeeld. Maar een ander iets is om te noemen, wat wij merken, is dat heel veel jongeren die of in Enschede op de universiteit zitten, of op Deltion of op Winden zijn, dat die niet eens weten op dit moment wat voor bedrijven hier zijn, laat staan wat voor leuke opdrachten of gewoon goede opdrachten je hier kunt doen. Een rollenpaal bijvoorbeeld laat nu een autootje rijden tussen het station Hardenberg en hun vestiging in Dedemsvaart, om toch die jongeren hier te krijgen. En dat ze wel hun stageplek of hun onderzoeksopdracht gewoon bij het bedrijf hier doen. En dan komen ze met de trein, die gelukkig al een stuk beter loopt, tenminste meestal vanuit Almelo naar Hardenberg. En dan worden ze opgepikt door een autootje wat gewoon beschikbaar is vanuit de rollenpaal. Want zo hoog is de nood op dit moment al. En dat soort arrangementen moet je met elkaar werken. Want als hij voor rollenpaal rijdt, kan hij misschien ook wel voor een ander bedrijf in Dedemsvaart gaan werken. Nou, dat zijn ook weer verbindingen die we proberen te maken. En ik denk dat onze grootste uitdaging is om inderdaad jongeren zover te krijgen dat ze ook vanuit Zwolle denken van, goh, we gaan stage lopen of we gaan onderzoeksopdracht doen bij een bedrijf in Hardenberg, omdat daar leuke bedrijven zitten. En daar moet echt nog wel wat voor gebeuren. Goed, dank u wel voor de beantwoording. Rest mij de vraag, wordt dit een hamerstuk of maken we hier een bespreekstuk van? Mijn vraag over gas en olie. Ja, ik dacht dat ik hem kon ontwijken, maar hij kwam toch nog een keer weer van links. Maar het is goed dat u die vraag natuurlijk stelt. Maar olie- en gaswinning is nog steeds een hele belangrijke sector, met name voor Coevorden en Emmen. Daar waar zij vanuit het verleden met de NAM-olie in Schonebeek enorme hoeveelheid kennis en kunde hebben opgebouwd. En ook een aantal bedrijven daar heel actief is in die markt rondom olie- en gaswinning. Ja, en we willen natuurlijk allemaal heel graag dat morgen dat we af zijn van de fossiele brandstoffen. Maar de realiteit is toch wel een andere. Dus aan de ene kant heb je daar te maken met een markt die nog steeds volop bezig is. Niet zozeer misschien alleen in Nederland, maar wel wereldwijd of in ieder geval Rusland, Noordzee. En dat zijn bedrijven die zetten daar hun kennis en kunde in en ook hun mensen. En die zijn redelijk geconcentreerd rondom Emmen en Coevorden. Maar daarnaast, om toch ook enigszins tegemoet te komen aan uw wensen wellicht, zijn dat ook bedrijven die op dit moment ook heel erg kijken naar de transitie in die energiewinning. Dus nu ook nadenken van, ja, inderdaad, het houdt op met de fossiele brandstoffen. En wat kan daar dan voor in de plaats komen en hoe kunnen wij dat dan faciliteren? Een van de voorbeelden is de biobased oliefabriek in Emmen, zeg maar, waar biobrandstoffen worden gemaakt. Dus dat is een niet onaanzienlijke markt. Dat is ook uit onderzoek gekomen van de commissie Vollenhoven. Vollebrecht, moet ik zeggen. Nou ben ik bijna gerustgesteld, maar wat investeren wij dan? Ik bedoel, in die transitie? Of faciliteren wij binnen de logistiek?
Of doen wij iets met die kennis? Waar investeren wij dan in? Of doen wij mede investeren in het instand houden van fossiele brandstoffen? Dat was eigenlijk mijn vraag. Nou, dat zit hem vooral in het innovatieverhaal. Innovatieverhaal rondom bijvoorbeeld een Stenden Hogeschool die met biobased products zeg maar, bezig is. Hè. Hoe haal je oliën, maar natuurlijke oliën uit mais, uit graan. En kun je daar mooie dingen mee doen, kun je daar mooie dingen van maken. Daar zit hem, die ontwikkeling met name in. Ja. Oké, dank u voor deze beantwoording. Meneer Stelpstra, als laatste. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank portefeuillehouder voor zijn beantwoording. Ik begreep dat hij wil gaan werken aan een jaarlijkse evaluatie en daarbij ook een aantal indicatoren gaat opnemen. Voor ons zou het ook wel aardig zijn om daar alvast een soort van nulmeting van te hebben. Maar goed, als de portefeuillehouder nu een fotootje maakt en dat bij de eerstvolgende evaluatie laat zien, dan is dat ook afdoende. Nee, ja, een foto maken. Nou ja, wat ook aardig is en wat nog goed is om te noemen, is dat wij prijzen ons zeer gelukkig met een provincie Overijssel die een geweldig trendbureau heeft, Trendbureau Overijssel, waar heel veel informatie beschikbaar is. En je zou eigenlijk de foto moeten maken van de situatie op dit moment. Hij zit al voor een deel in deze notitie. Daar komt bij, en dat aanbod zou ik nog willen doen, want ik denk dat het goed is om daar met elkaar nog verder de verkenning te doen. Er worden op dit moment gewerkt, de beide provincies Gelderland en Overijssel werken aan de kracht van Oost-Nederland. Dat gaat ook over economie en over toekomstbestendigheid van de economie. En daar maken we een verdiepingsslag nu, ook per gebied. En ik denk dat het heel goed zou zijn, tenminste wij hebben als college ook de eerste presentaties nu gehad, die zijn nog niet compleet. Maar om die ook eens een keer een raadsavond aan te besteden om de onderzoekers van Trendbureau Overijssel uit te nodigen. En om hun de foto eigenlijk van Hardenberg te laten zien. En ook daarbij aan te geven van wat er in hun beleving ook nodig is. Dat sluit overigens naadloos aan op wat hier nu voor ligt. Maar dat zou in mijn beleving een hele mooie foto kunnen zijn. Maar dan zou ik graag, als dat kan, met u willen afspreken, voorzitter, om dat zeg maar, na het zomerreces, ergens in september, oktober of zo, zo'n raadsavond te organiseren, waarbij we dan Trendbureau uitnodigen om dan die foto te laten zien van Hardenberg. Nou, dat lijkt me goed voorstel. Als een nulmeting. Ja, en dat doet u, wilt u in plaats van een nulmeting. En daar kunnen we dan met elkaar hebben over de indicatoren. Daar zit ook een stuk marktonderzoek bij, ja. Maar dat kan een nulmeting zijn. Daar ligt ook materiaal aan de grondslag. Ja. En dat materiaal zou het uitgangspunt kunnen zijn voor de nulmeting. Oké, okay. Ja. Dank u wel. Goed, de vraag die ik zo net al inleidde, wordt dit een bespreekstuk of wordt het een hamerstuk? Hamerstuk. Oké. Okay. Dan hebben we agenda punt 6, transitie netwerk RUT naar Omgevingsdienst IJsland. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Gelling, Rodemond, Stoopstra, Roelofs. Meneer Roelofs. Wat een eer, mag ik beginnen? Dank u wel. Over de transitie en naar de Omgevingsdienst IJsland wil ik graag een klein aantal zaken met u delen. En daarnaast ook nog een tweetal vragen stellen. Ik wil graag ingaan op drie onderdelen. Te weten de kwaliteit, de kosten en de mogelijke dreiging van een bureaucratisch bolwerk. Als eerste de kwaliteit. Natuurlijk biedt deze transitie kansen in de kwaliteit door kennis van de mensen bij elkaar te brengen en verder te ontwikkelen. En daar geloven we zeker van dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. We willen echt niet voorbij gaan aan het feit dat het ook als nadeel heeft dat een aantal mensen mee moeten gaan en daarmee hun plek hier zullen gaan verlaten. Dus daarbij wil ik ze graag veel succes wensen alvast. En ik hoop en verwacht dat de deeltaken die ze achterlaten, wat in het stuk ook beschreven staat, dat daarvoor passende oplossingen zijn of zullen worden gevonden. Als tweede de kosten. In de begroting zien we dat het doel is om de investeringskosten in 5 jaar terugverdiend te hebben. Hieraan is echter een aantal voorwaarden verbonden, zoals een robuust takenpakket, mandatering en standaardisatie van het takenpakket. Wat ons betreft is het taak om deze voorwaarden zorgvuldig te monitoren en bij niet voldoen aan deze voorwaarden hierover direct en volledig geïnformeerd te worden.
Als derde en laatste, de bureaucratie. Een nieuwe dienst met een eigen locatie kan natuurlijk neigen naar bureaucratie. Wat ik hierin essentieel vind, is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de kostenstructuur. En dat de dienstverlening dicht bij onze inwoners blijft. Dat is natuurlijk ook een bijbehorend risico. Afsluitend zou ik daarom twee vragen willen stellen. De eerste, hoe bewaakt u dat de dienstverlening van deze omgevingsdienst niet verder van de inwoners van onze gemeente komt af te staan? En daarmee de kwaliteit van deze dienstverlening? En als tweede, denkt u dat het gereserveerde budget voor het opvangen van taken van de medewerkers die naar de omgevingsdienst gaan, voldoende is van de voor de kwalitatieve borging in de organisatie? En met als risico dat u verzandt in ja of nee, zou ik daarbij willen vragen, waar heeft u dat op gebaseerd? Ik blijf uiteraard graag betrokken in het verdere verloop van dit proces en we blijven ontwikkelingen actief volgen. Dank u wel. Okay, dank u wel, meneer Roelofs. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Een wettelijke transitie van de RUD, dus wij zullen het hiermee moeten doen. Onze fractie is nog wel enigszins bezorgd over de desintegratie-effecten. Er staat in het stuk ook dat het niet is in te schatten en dat het resterende WABO-budget daarvoor wordt gereserveerd. Ik ben wel even benieuwd hoe groot dat resterende WABO-budget is. Maar ja, wij zijn bang dat daar nogal, nogal wat kosten achter vandaan kunnen komen. Wij zijn even benieuwd wanneer dat helder is en wanneer wij daarover geïnformeerd kunnen worden. Dank u wel. Oké, dank u wel, meneer Stelpstra. Meneer Roggemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk maar één vraag over deze transitie van de RUD. Ja, je zet een nieuwe organisatie op die op enige afstand zou kunnen komen te staan van het lokaal bestuur. Dat wil zeggen dat de raad zelf er wat moeilijker bij kan wat betreft de bestuurbaarheid. Natuurlijk heb je altijd de jaarstukken en de begrotingen om controle uit te oefenen. Maar je ziet ook hier en daar binnen gemeenschappelijke regelingen dat er andere afspraken bovenop worden gemaakt om te kijken naar wat betere controleerbaarheid en bestuurbaarheid van een dergelijk instituut. En dat vraagt bijvoorbeeld de gevoeligheid binnen zo'n gemeenschappelijke regeling of instituut voor politieke keuzes die mogelijk eigenstandig worden gemaakt en pas in een jaarstuk weer terugkomen van hebben we dit goed gedaan. Dus is mijn vraag eigenlijk aan de portefeuillehouder, zijn er afspraken te maken met de nieuwe instelling rondom de samenwerking met de lokale raden die hierin betrokken zijn? Okay, dank u wel, meneer Roermond. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is aardig om te zien dat alle vragenstellers op meneer Roelofs na, die ongetwijfeld de portefeuille en de CDA tot de zijn heeft mogen rekenen, alle vragenstellers van de Rekenkamer zijn die een onderzoek doet naar de verbonden partijen. Zo ik ook. En ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, dat ook de reden was dat ik mij ertoe gezet heb om deze 86 pagina's die de kaderbrief volgens mij telde door te lezen. En dat heeft mij, kan ik eerlijk zeggen, bijzonder veel moeite gekost. Want er wordt ook geen moment gepoogd om de aandacht heel goed vast te houden van een lezer, heb ik zo het idee. En ik moet eerlijk zeggen dat alles als je het leest ongeveer schreeuwt, doe het niet. Hè? Ik heb ook wel begrepen dat er intern wel wat vraagtekens bij zijn. En ik zie ook dan in aanvulling op de vorige vraagstellers dat daar een hele grote gooi wordt gemaakt naar financiële doelen. Hè? Met maar gewoon 2% te bezuinigen, waarvan ik me ook afvraag of die gerealiseerd gaat worden, waar die vandaan komt en met name ook wat de gevolgen zijn als dat onverhoopt niet gaat lukken. Maar belangrijker vind ik eigenlijk twee dingen heel concreet. Eén is in aanvulling op wat meneer Rodemans zei, kunt u het ook prettiger maken in de communicatie? Niet in die zin dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen door begrotingen te versturen, kaderbrieven en dat soort zaken. Maar zou u ons willen plezieren door ook als u een vergadering heeft gehad van het, ik denk aanmerkelijk, het algemeen bestuur, zo was het, dagelijks bestuur, dat is vast een aantal besturen, dat u gewoon eens vertelt wat er nou precies gebeurt, hoe de zaken ervoor staan en gewoon op een informatieve wijze zonder heel veel pagina's daaraan te wijden. Doordat het een beetje gaat leven, wij betrokkenheid daarbij krijgen en alle vragen die er liggen ook prettig binnenkomen. En twee is, ik zag in het stuk staan dat er nog de mogelijkheid bestaat om de organisatie nog robuuster te maken. Hè? Een
een garantie voor succes, maar dan moet u daar afspraken voor maken en bent u voornemens om nog veel meer taken bij de RUD neer te leggen dan wettelijk verplicht. Meneer Snedes, een paar mooie vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is echt een van mijn favoriete onderwerpen. Dat kan ik u ook echt garanderen. We zien u ook genieten. Niet zozeer de handhaving zelf, want dat vind ik, dat heb ik eerder al genoemd, de meest boeiende portefeuille die je kunt hebben. En dat meen ik echt oprecht. Maar we hebben hier de afgelopen periode met een omgevingsdienst, voorheen de RUD, gewerkt. En we hadden een RUD-netwerk. En daar waren het eigenlijk allemaal in Overijssel wel over eens dat dat een hele mooie vorm was. En die presteerde eigenlijk ook heel goed. Beter dan de fysieke RUD's, zeg maar, die al gevormd waren elders in het land. Maar daar heeft de minister toch een stokje voor, de staatssecretaris moet ik zeggen. De staatssecretaris een stokje voor gestoken. Heeft gewoon keihard opgelegd, u zult een omgevingsdienst, een fysieke omgevingsdienst gaan vormen. En ook al functioneert uw netwerk RUD nog zo goed, er zal een omgevingsdienst komen en zijn. We hebben ons daar met hand en tand tegen verzet. Ook zeker de gemeente Hardenberg, omdat wij vonden en nog steeds eigenlijk vinden dat we het beter georganiseerd hadden dan dat het nu gaat gebeuren. Maar het mocht niet baten. Het is tot op het hoogste niveau bevochten. Maar we hebben verloren en de omgevingsdienst is nu een feit. En ik zeg er ook bij dat er wordt een kwaliteitsslag gemaakt. Dat zal absoluut waar zijn. Daar waren we ook al mee bezig. Maar we krijgen minder diensten en we moeten er meer voor gaan betalen. Zo is het feitelijk gewoon. Door de regionalisering. En ik heb wel eens gezegd van ik vind het heel tegenstrijdig wat hier gebeurt. Want eigenlijk komen steeds meer taken naar de gemeente toe. Daar ook de verantwoordelijkheid wordt aan neergelegd. En dat is een hele goede zaak. Omdat wij dat beter kunnen dan dan dat provincies of andere instellingen tot voorheen dit kunnen doen, zie je nu dat de omgevingsdienst eigenlijk, heb ik al eens gezegd, een soort gedeconcentreerde rijksdienst is die gefinancierd wordt door de gemeente. Gelukkig zitten wij nog wel in het algemeen bestuur van die omgevingsdienst. En dat zijn ook hele boeiende bijeenkomsten, kan ik u zeggen, heer Gelling. Waar het tot nu toe heel veel gaat over organisatievraagstukken, financieringsvraagstukken en hoe regelen we dat allemaal. En daar is dit 86 pagina grote document eigenlijk een uitvloeisel van. Want er moest de afgelopen periode ook veel geregeld worden om die transitie naar die omgevingsdiensten ook feitelijk te maken. En daarbij snap ik dat u als raad, want dat geldt zelfs voor mij als portefeuillehouder, af en toe ook dat ik denk van wow, dit gaat wel heel diep ook de bedrijfsvoering in. Maar ik denk dat met het uitgangspunt, de begroting die er nu ligt, maar ook met de handhavingsprogramma's zoals die elk jaar ook door u worden vastgesteld, in ieder geval kunnen worden geamendeerd, dat er nog voldoende ruimte ook voor de raden overblijft om daar je punten te maken door aan te geven wat je belangrijk vindt. En datzelfde geldt eigenlijk voor de dienstverleningsovereenkomsten die ook gewoon met elke gemeente zijn gesloten. Van wat voor mate van dienstverlening moet die omgevingsdienst nu gaan organiseren? Dat zijn de sturingsinstrumenten die liggen bij de colleges, bij de portefeuillehouder die in het algemeen bestuur dat verlengd lokaal bestuur vorm geeft. Maar daar kunt u uw inbreng ook op hebben. En daarnaast hebben we natuurlijk de afgelopen periode ook een aantal keer een informatiebijeenkomst gehouden over die omvorming van RUD naar omgevingsdienst. En daarin hebben we u ook geprobeerd mee te nemen in die hele veranderproces wat er gaat gebeuren. Dus daarin blijven ook die sturingsmomenten zitten om als raad te zeggen van ja, maar wij zouden toch graag wat anders willen. Ik zeg u, ik doe wel één winstwaarschuwing en dat is natuurlijk ook weer een kenmerk van verlengde lokaal bestuur. Uw inbreng, uw zienswijze wel moet delen met 11 anderen in het bestuur. Dat kan betekenen dat ik mijn inbreng wel kan hebben vanuit Hardenberg, maar dat het dan toch niet leidt tot een verandering. Ik kan me niet voorstellen, maar soms in theorie zou het kunnen dat wel gaat gebeuren. Nog even terug naar de vragen die daarnaast nog zijn blijven liggen. Prettiger maken van de communicatie. Nou, ik denk dat dat een permanent proces is. Die neem ik ook nog graag weer mee. Van hoe kunnen we die betrokkenheid dan ook goed houden of beter maken naar de toekomst toe. Het financiële verhaal. Er lag nog een vraag over de gereserveerde gelden. Inderdaad. Ze vraagt van het CDA, de gereserveerde gelden voldoende voor de transitie, of dat voldoende is voor de transitie. De gelden zijn doorgerekend allemaal.
En ook uit en tena doorgerekend. Op dit moment ga ik ervan uit, daar heb ik geen andere informatie dan dat het geld wat er nu beschikbaar is gesteld, daarvoor moet het worden gedaan. Dat is de opdracht die het bestuur ook heeft meegegeven aan de directeur van de omgevingsdienst. Binnen dat kader moet hij nu gaan opereren. En ik denk, gezien de mate waarin een en ander is doorgerekend, dat het ook daarvoor moet kunnen. De ChristenUnie had nog een vraag van wanneer is de informatie dan, of wanneer is er zicht op de plaatsingen en dergelijke. En hè, kun je daar dan wat over zeggen, over de uitkomsten ook daarvan? Ja, voorzitter, het ging ons met name om, want in feite is daar een risicobeschrijving hè, van die desintegratie, daar kunnen nog kosten achter. En daar maken wij ons toch wel enige zorgen over. Ja. Wij zien dat ook wel. Ja. We zijn eigenlijk benieuwd van ja, wanneer krijgen we daar een helder beeld van. Net even overlegd, even schuin naar Henk van Kessel ook gekeken. Maar we denken dat het na de vakantie, ergens in september, oktober, direct na de plaatsing, zeg maar als de plaatsing van de mensen is geweest, dat je dan ook zicht hebt op die risicokosten, zeg maar, die er eventueel dan zouden zijn. Ja, maar u heeft daar nog geen enkel idee bij. Nou, we schatten nu in, en ik zit niet alleen in het algemeen bestuur, maar heb ook het voorrecht om nu nog zelfs in het dagelijks bestuur te mogen zitten, als gevolg van vertrek van de burgemeester van Ommen. En omdat we toch vonden dat het in deze regio moest blijven. Op dit moment denken wij dat het ook gewoon binnen de kaders blijft wat verwacht is, zeg maar. Dus er zijn op voorhand nu geen excessen, of in ieder geval aandachtspunten dat we zeggen, nou, dit gaat helemaal uit de klauwen lopen. Absoluut niet. Maar heel concreet, september, oktober, dan zal er meer duidelijk zijn na de plaatsing van de mensen in de functies. En dan kan ik daar bij u op terugkomen. Dank u wel voor de beantwoording. Kijk nog even rond, verder geen aanvullende vragen meer. Dan is de vraag bij deze ook. Hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk, zie ik iedereen knikken. Dan wordt het een hamerstuk. Het volgende punt is de rondvraag. Heeft nog iemand iets voor de rondvraag? Nee? Nou, dan sluit ik de vergadering en dank ik u voor uw komst.